Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza. Afgelopen nacht was het behoorlijk koud met temperaturen weer in de buurt van de min 10 graden. Maar dat gaat allemaal veranderen. We zien een laag drukgebied op deze weerkaart bij Bretagne liggen. En als ik de boel in beweging zet, dan zie je dat er wolken en neerslag vanuit Frankrijk naar Nederland trekken. Vanavond kan er wat lichte sneeuw gaan vallen, met name in de zuidelijke helft van het land en in het midden. In het noorden blijft het droog en blijft het ook vriezen. Zaterdag ook nog een tweedeling, maar zondag winterzachte luchtterrein. En dan krijgen we overal met dooi te maken. De sneeuwsituatie heb ik nog even op kaart gezet. Rond 4 uur vanmiddag vallen de eerste vlokken in het zuiden van het land. Heel misschien zit daar ook wat ijzel bij, maar het zal snel overal sneeuw zijn. Uiteindelijk valt er in Zeeland en in Zuid-Limburg zo'n 3 tot 5 centimeter. Vanavond breidt de sneeuwzone zich dan langzaam verder naar het noorden uit. Rond 9 uur vanavond trekt het over de grote rivieren. En uiteindelijk dan uh, valt er zo'n 2 tot 4 centimeter in het midden van het land en 1 of 2 centimeter in Noord-Holland, Flevoland en Overijssel. Ten orde van de bovenste lijn blijft het vrijwel droog en blijft het komende nacht ook vriezen. Temperaturen in het Noordoosten komende nacht zo tussen de min 5 en min 9 graden weer. In het zuiden wordt het min 3 en min 4 graden. Sneeuwpret is morgen vooral dus voor het midden van het land weggelegd. Want in het zuiden gaat in de loop van de ochtend de temperatuur oplopen naar 4 tot 6 graden. Daar zal de sneeuw snel verdwijnen. Maar in de buurt van bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en ook grote delen van Gelderland, daar blijft de sneeuw denk ik wel enige tijd liggen. De temperaturen daar smiddags net iets boven het vriespunt. En van tijd tot tijd breekt de zon door. In het noorden blijft het de hele dag vriezen en droog. En er waait nog steeds een koude oostenwind. Denk ook dat de zaterdag de laatste dag is waarbij je goed nog kunt schaatsen, al zou de sneeuw op het ijs natuurlijk niet ideaal zijn. In de nacht naar zondag nog steeds vorst, misschien zelfs matige vorst in het noordoosten, maar in de zuidelijke helft van het land komt de temperatuur niet meer onder het vriespunt. En overdag zet de dooi door richting het noorden. Dan wordt het 3 graden in het noorden en 7 tot 9 graden in het zuiden. Kan een enkele regenbui vallen zondag. In de nacht naar maandag regent het ook nog soms, maar maandag overdag en dinsdag blijft het droog. En bij af en toe zon liggen de temperaturen dan ver boven het vriespunt. Smiddags is het zo'n 5 tot 10 graden en dan is de winter dus echt voorbij. En komt hij dan nog terug de komende twee weken? Nou, dat laat deze grafiek zien: hij komt niet terug. Voorlopig temperaturen smiddags eerder in de buurt van de 10 graden dan onder de 5 graden. En ook in de nachten komt de temperatuur amper nog onder het vriespunt. Dus schaatsliefhebbers, zaterdag nog even genieten, en daarna is het voorbij. Ik wens iedereen een goed weekend bij Michiel Severin van Weerplaza.